Vandaag nemen we een kijkje bij de blauwe poort tussen Bekendonk en Boerdonk. In dit gebied wordt een pilot getest om beter de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dit project kwam tot stand door waterschap A en Maas en gemeente Laarbeek. Om het gebied aantrekkelijk te maken zijn er wandel- en fietspaden rondom aangelegd en kun je een uitkijktoren beklimmen die je uitzicht biedt over het hele waterbeleid. In de waterberging kan het overvloedige water van een nabijgelegen industriegebied opgevangen worden. De waterhouderij houdt het water vast in drogere tijden. Met deze fiets kun je zelf water van de waterberging naar de waterhouderij overbrengen. Het gebied is ook in trek bij vele watervogels, zoals de knobbelzwaan. Ook de jongen van de waterhoen zwemmen vrolijk een rondje. Het vrouwtje van de slobbeend slobbert met zijn spatervormige snavel kroos en kleine waterdiertjes uit het water. De eenden leven in laaggeleden, natte gebieden en behoren vanwege hun voorkeur tot plantaardig voedsel tot de weidevogels. De kuifhind gaat al duikend op zoek naar zijn voedsel. Ook de nijlgans kan goed toeven in dit gebied. Samen met de weidevogelbescherming is het gebied zodanig ingericht dat het voor weidevogels een goed gebied is om te broeden. Naast de wulp, kievit, zwanen, ganzen en eendensoorten vind je er ook de gele kwik. En we spotten nog een rood borsttapuit. Rondom de waterberging vind je uitgestrekte landbouwgronden en weides. Op het weiland zaten grote groepen kleine mantelmeeuwen en kraaien bij elkaar. De witte kwik valt op door zijn lange staart die voortdurend heen en weer wordt bewogen. Het bont zandoogje komt in Nederland vrij algemeen voor. De mannetjes van deze soort gedragen zich zeer territoriaal. Ze verjagen alles wat hun territorium binnenkomt vliegen. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Wil je meer video's zien? Klik dan eventjes op de knop hieronder, abonneren en op het belletje daarnaast. Dan mis je geen enkele video. Tot de volgende keer!